erfenis en kennis. Evenementen waar de overdracht van kennis en inhoud centraal staan. En in die categorie zijn er slechts 2 genomineerden. Het kost best veel geld, heel veel mensen betrokken, veel werk. Wij doen dit om ons mooie aanmerk te bevestigen. Dag in, dag uit zijn wij heel trots op ons werk. En ons publiek, onze klanten wisten het niet zo goed meer. Dus wij wilden heel graag weer een live event organiseren. Want wij zijn ervan overtuigd dat dat het middel is om je merk op de kaart te zetten. Dus eigenlijk even heel kort samenvattend. 58 staatshoofd, de grootste top ooit in Nederland gehouden. Met een prachtig return on investment, 3-ledig. Natuurlijk de publiciteit, de waanzinnige belangpromotie die het teweeg heeft gebracht. Ook een return on investment voor ten aanzien van de miljarden deals die zijn afgesloten tijdens NSS. Maar ook niet vergeten, vooral inhoudelijk return on investment, een veiligere wereld. De winnaar die dag van de publieksprijs en het gouden strikje was NSS. Maar gaan zij ook vanavond winnen? Allereerst heb ik hier Nico Meijer, onder mij bij. Specialist vanuit de jury, dus een grote jury, maar voor iedere categorie ook 1, 2 of soms wel 3 specialisten. Nico, welkom. Zou jij mij willen vertellen, zou je ons willen vertellen, waarom jij juist deze 2 in de finale staan? Ja. Nou, het waren alle 2 super mooie cases. Exact Live was een multidisciplinair event, wat vooral het congresdeel waar we het nu over hebben ingezet werd om het merk ook te verstevigen, de verbondenheid te bevestigen. En wat ons ook enorm aansprak was de heel duidelijke meetbaarheid en aantoonbaarheid van de resultaten. Dat voor Exact Live en NSS. Ja, eigenlijk zei Michiel het net al een beetje op het scherm, op het filmpje. Het was eigenlijk maar een congresje van 58 man, hè, waar het om te doen is die daar aan het vergaderen waren. Maar wel met een enorme impact eromheen, door alles wat er omheen gebeurde. Bijvangst van die ROI was inderdaad de Holland promotie en heel veel vervolgbusiness, ook voor de meeting- en eventbranche. En het allermooiste is toch een concrete stap op weg naar een betere wereld. Een veilige wereld. Een mooi einde. 2 mooie kandidaten. Kan er maar 1 de winnaar zijn? Rob, aan jou de eer om die winnaar bekend te maken. Ja, wordt het Exact Live 2015? Het congres dat zoveel meer was dan een congres en waar kennis echt op leven kwam? Of is het toch NSS waar heel Nederland over sprak? Al was het alleen maar vanwege het veiligheidsbezuinigde stukje. Maar we ook echt een ijzersterk concept werd doorgevoerd. En de winnaar is. Sorry Exact, maar helaas komt er niet heen om het Nuclear Security Summit op aangevens die in buitenlandse zaken en ingediend door World Forum. Zet ik nu voor blok, nee toch? Nee hoor. Het bij elkaar brengen van 58 mensen die anders nooit in Nederland zouden zijn geweest. Helder, kort en bondig. Met de winst van deze award staan jullie uiteraard direct in de finale. Dus we zien jullie vanavond nog terug. Voor nu alvast heel erg gefeliciteerd. Er komt een foto moment en geniet ervan. Dames en heren, NSS. Ja,